Ik ben namelijk een superleuke tag tegengekomen op de blog van Jamie. Jamie is een Nederlandse YouTuber en ik zal haar zeker onder linken. De tag die ik voor jullie vandaag ga doen is de 25 vragen tag, of in het Engels de 25 questions tag. Het is een superleuke tag waarbij je iemand goed kan leren kennen, beter kan leren kennen. En eigenlijk een beetje een random tag, en dat leek me wel leuk voor vandaag. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken als jullie benieuwd zijn. En laten we beginnen. Ja, ik heb 3 katten bij mama. Bij papa eigenlijk geen huisdieren, krijg ik ook geen huisdieren. Wel komt hier af en toe een kat van de buren. De katten bij mama noemen Kwebbel, Minoes en Pearl. Dat is mijn gsm. Ik heb een iPhone 5S in het goud. Niks bijzonders. Mijn laptop. Want daar heb ik de vragen op staan. En mijn bed. Dat staat naast me. Mijn mooi bed. Wel, vandaag is het al een speciale dag geweest. Het is echt raar weer. Op dit moment schijnt zon, op dit moment regent het, het is bewolkt. Op dit moment is het voornamelijk bewolkt en miezert het een beetje. Dus, ça va nog. Maar het is echt gewoon typisch Belgisch weer. Ik rij wel, maar ik heb mijn vast rijbewijs nog niet. Ik heb mijn voorlopig rijbewijs. Dus dat betekent dat ik wel mag rijden met een L op de auto. Zo'n blauwe, witte L. Met een begeleider. Dus iemand die meer leert autorijden eigenlijk. Dus eigenlijk ja, ik rij. Nee, ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Gelukkig. En laat ons hopen dat dat ook nooit gaat voorvallen. God stand by me. Ik ben vanmorgen opgestaan om 6:15. Want ik had het examen vandaag en dan kon ik nog eens goed herhalen. Dus ja, daarom ben ik zo vroeg opgestaan vanmorgen. Dat was gisterenavond, zodat ik vandaag toch iets langer kon blijven liggen. Dat is Imagine Me and You, een film die op Netflix staat. Misschien ken je hem wel van ergens anders, geen idee. Ik en mijn vriend hebben hem zelfs niet volledig uitgekeken. Omdat er al van in het begin dik op lag hoe het ging eindigen eigenlijk. Het is een romantische comedy. Normaal gezien kijk ik super graag romantische comedies. Maar deze vond ik niet echt. Er zijn betere films. Mijn laatste sms'je staat. Even kijken. Oh. Mijn laatste sms'je staat naar de Marcusjes. Niks bijzonder. Luister. Dat is mijn ringtone. Niks bijzonder. Niet speciaal. Helemaal niet origineel, maar wel herkenbaar. Ja, ik ben al in verschillende landen geweest. Ik ben naar Kos geweest, dat is een Grieks eiland. Ik ben naar Florida geweest, naar Turkije geweest, ik ben naar Bulgarije geweest, naar Spanje geweest en ik ben naar Frankrijk geweest. Heel veel naar Frankrijk geweest. Ja, te veel eigenlijk. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit sushi gegeten. Dus ik weet totaal niet hoe het smaakt of het lekker is ofzo. Ik wil het wel eens proberen. Hoewel ik geen vis lust. Maar ik lust wel super graag rijst. En het lijkt me echt super lekker.
Ja. Ik denk niet dat het zo vies kan zijn. Wel, wij doen onze boodschap bij de Colruyt. Colruyt is de... Nee, dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Hoewel ik een slechte slaper ben, red het zonder. Dus ja, waarom zou ik? Ik heb zoveel broers en zoveel zussen. Ja, dat hebben jullie goed gezien. Ik ben enig kind. Spijtig genoeg. Er zit eigenlijk wel nog een grappige verhaal achter, want toen ik geboren was, waren mama en papa zo van, ja, nog een kindje, ja, niet nog een kindje, maar... Dus eigenlijk wel mama dan een kindje, maar dan wel papa geen kindje meer. En dan wel papa nog een kindje, maar dan wel mama geen kindje meer. Dus ja, zo ben ik maar alleen geëindigd. Zoals eerder vermeld heb ik een laptop. Hier zie je nog eens met mijn mooie cover. Het is een MacBook Pro Retina. Ja. Ik ben er content van. Ik word 19. Ik draag. Een bril. Dat heb je goed gezien, ja. En ja, hij is van Gucci. Ik heb hem van de Pearl TCI. Het is een goede bril. Het is voor ver te zien. Dus met muziek. De camera beter staan. Kijk hoe. Dus ja. Nee, tot... De dag van vandaag heb ik mijn haar nog altijd niet gewurfd. Maar binnenkort ik heb een afspraak bij de kapper. En dan gaan we highlights in mijn haar zetten. Niet super licht, want dat wil ik niet. Het is natuurlijk ook mijn eerste keer, dus ik ben een beetje bang dat alles gaat mislukken. Ik wil eigenlijk gewoon één tint lichter dan mijn eigen haarkleur en als highlights in mijn haar zetten. Dat het toch een beetje speelser en... Ja, dat er wat meer leven in mijn haar zit. Niet veel. Zoals ik al zei, heb ik vandaag examen gehad. En dan is de rest van de dag voor mij zo'n beetje chill mode, op het gemak. Niet te veel doen. Ik ga wel nog deze video editen. En daarna gaan we met je mannen kijken op Netflix. Familie kijken op tv, eten en slapen. Afgelopen weekend. Moeilijk. Ik mag niet veel. Ik ben een hele moeilijke eter. Dus voor mij is een margarita... Ja. Dat is eigenlijk bijna het enige van pizza dat ik eet. Dus voor mij een margarita... Love it. Ik heb het niet zo over cheeseburger, geef mij maar gewoon een hamburger, bijvoorbeeld een Peking burger, een euro, die van de McDonald's, een Big Mac. Nee, nog nooit. Ik kan het niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar het lukt mij gewoon nooit. Er is altijd een punt waar ik zo moe ben, dat je mij gewoon niet meer wakker kunt houden. En dat echt voor mij een moment is om naar huis te gaan. Soms lukt het mij bijvoorbeeld als ik om 2 uur mijn klok krijg om nog een uurtje en een half te blijven. Maar soms lukt dat ook gewoon niet en ja, dan is het gewoon tijd voor mij om te gaan slapen. So guess what? Donkerbruin. Wel, of ik het echt kan proeven weet ik niet. Maar ik vind...
maar dat is persoonlijk. Ik weet niet of dat jullie dat vinden. Ik vind persoonlijk Pepsi siroopachtiger en waterachtiger. Ik weet dat dat niet logisch klinkt, maar toch is het zo. Dan gewone cola. Ik heb liever gewone Coca-Cola. Ik ben niet echt zo'n Pepsi fan. Wat verkiezen jullie? Pepsi of Coca-Cola? Laat het hieronder achter in de reacties. Zo, dit was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dat jullie mij nu een beetje beter kennen. Voel je vrij om deze tag over te nemen. Ik tag iedereen van jullie. Als jullie deze tag ook hebben gedaan, laat het dan zeker een linkje achter in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Deze is speciaal voor de zomer. Ik heb nog geen uitgebracht voor de zomer en ik vond dat wel een leuke idee, aangezien dat de zomer bijna voor de deur staat. Zoals jullie zien heeft hij knallende lippen en als jullie benieuwd zijn